Goedenavond, van harte welkom bij AVS. Vanmorgen zijn in het UZ Gent de eerste coronavaccins aangekomen. Het gaat over 13.650 stuks die morgen vertrekken naar 3 woonzorgcentra in Aalter, Brakel en Evergem. De eerste levering vaccins zit verpakt in 3 grote dozen vol flacons. En zo'n flacon is dan weer goed voor 5 vaccins. Morgen wordt alles nog eens gecontroleerd en opnieuw verpakt voor transport. En overmorgen worden de eerste Oost-Vlamingen gevaccineerd in woonzorgcentrum De Veilige Haven in Aalter. Deze eerste grote levering was een mijlpaal. Vanaf nu krijgen we ze stelselmatig binnen. En wij verwachten inderdaad volgende week een tweede levering al. In Gent heeft een man vanmorgen 8 jaar cel gekregen voor de overval op een juwelier in het centrum van Oostakker. De juwelier schoot toen een van de overvallers dood. De overval vond plaats op zaterdag 7 juli 2018. 2 gewapende overvallers hadden juwelen meegenomen en vluchtten weg met een bromfiets. De juwelier liep hen achterna en kon een van de overvallers neerschieten. Die overleed ter plaatse. De andere man kon ontsnappen. En later bleek dat het een gedetineerde was uit de gevangenis van Oudenaarde die penitentiair verlof had. De man beweerde dat hij op de dag van de overval met de bewuste brommer was gaan rijden en dat zijn DNA er mogelijk zou opzitten. Maar het gerecht achtte de man vandaag schuldig en legde hem 8 jaar effectieve celstraf op. Hij moet de juwelier ook een schadevergoeding betalen. Intussen moet nog blijken of de juwelier die de andere overvaller doodschoot handelde uit wettige zelfverdediging. Dat onderzoek loopt nog. In Riemen zijn vandaag ingrijpende wegenwerken gestart. De werken maken deel uit van een totale dorpskernvernieuwing. Maar die wegenwerken zijn niet zonder risico. Riemen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Het is dus goed mogelijk dat er nog explosieven in de grond zitten. Bij een eventuele evacuatie wil de gemeente Evergem de betrokken inwoners onderbrengen in een aantal hotels in de buurt. 9 straten in de dorpskern van Riemen worden vanaf vandaag grondig aangepakt. Naast een totale verfraaiing van de dorpskern wordt er ook een nieuw rioleringsstelsel aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden. Het kostenplaatje bedraagt 7,1 miljoen euro. De dorpskernvernieuwing van Riemen is dan ook het grootste investeringsproject van deze legislatuur. De werken zullen 2 jaar duren en om de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, wordt er in 11 fases gewerkt. Het is zo dat de voorbije 20 jaar eigenlijk 8 van de 9 dorpskernen van Evergem zijn aangepakt. Riemen bleef een beetje achter. Dat had te maken met het vrachtwagenverkeer dat door Riemen rijdt naar de bedrijven van Riemen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden de voorbije jaren. Door zowel het Hollands complex op de R4 als ook de kanaalweg langs de N474. Zodat de vrachtwagens niet meer door de woonstraten van Riemen moeten rijden. En dat we nu eigenlijk de gelegenheid hebben om de dorpskernen van Riemen volledig herin te richten. Maar grote graafwerken uitvoeren in Riemen is niet zonder risico. Deze straat in het centrum heet dan ook niet toevallig de Bombardementstraat. Riemen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zo goed als volledig plat gebombardeerd. Het doelwit was toen de grote olieraffinaderij. De kans bestaat dus dat er in de Riemse ondergrond nog een groot aantal explosieven begraven ligt. Klopt. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog is Riemen zwaar gebombardeerd geworden. Geen gewone artillerie, maar door vliegtuigbommen. En de voorbije 20 jaar hebben we toch al 3 keer meegemaakt dat ter gelegenheid van werken in Riemen, dat daar eigenlijk bommen werden gevonden en dat er evacuaties moesten gebeuren. De wegenwerken die vandaag gestart zijn, worden dan ook minutieus voorbereid. Vooraleer er gegraven wordt, gebeurt er een grondige inspectie van de ondergrond. Als er explosieven worden aangetroffen, dan moet de buurt geëvacueerd worden. Maar door de huidige coronamaatregelen kunnen die niet in de lokale sporthal of bij familie worden ondergebracht. En dus contacteerde de gemeente Evergem een aantal hotels in de buurt. Eerst en vooral gaan we ervan uit dat er geen evacuatie zal nodig zijn. Onze diensten stellen samen met de aannemer en met de veiligheidscoördinator alles in het werk om een evacuatie te vermijden. Maar als in coronatijden toch een evacuatie zou moeten gebeuren, dan hebben we normaal gezien even de tijd om dit voor te bereiden. Dit kan op een veilige manier gebeuren gedurende 3-4 dagen. En het noodscenario bestaat eruit dat wij contacten hebben gelegd met verschillende hotels in de buurt van onze gemeente, in Zaalzaten, in het Gentse, die in geval van een evacuatie
onze inwoners zouden kunnen opvangen. De inwoners van Riemen zullen bij elke nieuwe fase van de wegenwerken op de hoogte worden gesteld met een bewonersbrief. Maar het gemeentebestuur van Evergem dringt er toch op aan dat elke inwoner zich ook registreert bij Be Alert. Zo kunnen ook dringende berichten via sms of e-mail aan de inwoners worden bezorgd. Aan de Universiteit van Gent zijn vanmorgen de examens weer van start gegaan en door corona verlopen die opnieuw heel anders dan normaal. De UGent neemt zo'n 20.000 examens online af, maar liefst 175.000 andere examens vinden toch on-campus plaats, zoals dat heet. Door de 1,5 meter afstandsregel is er te weinig plaats in de gebouwen van de universiteit en die wijkt daarom nog maar eens uit naar de hallen van Flanders Expo. 115.000 examens staan hier op het programma. De resterende 60.000 vinden plaats in verschillende gebouwen van de UGent. In Merelbeke is vanmiddag de Bergwijkbrug officieel afgesloten. De brug moet na 63 jaar dienst plaatsmaken voor een nieuw mobiliteitsproject in de gemeente dat vooral het fietsverkeer ten goede zal komen. De burgemeester en de bevoegde schepenen maakten vanmiddag de laatste oversteek over de brug, samen met de zoon van de ingenieur die de brug in 1957 ontwierp. Je kan bruggen officieel openen, maar blijkbaar ook sluiten met het doorknippen van een lint. In Merelbeke werd vanmiddag voor een laatste keer de oversteek van de Bergwijkbrug gemaakt en dat is een bijzonder moment in de gemeente. Absoluut, een bijzonder belangrijk moment voor onze gemeente. We hebben er jaren aan gewerkt. Heel wat debatten hebben gevloeid over deze brug. En uiteindelijk vandaag wordt de brug gesloten. Staan we voor misschien ook een moeilijk moment, 9 maanden omleiding. Maar binnen 9 maanden wordt hier een nieuw, mooi fietsproject. Ja, dat klopt. Een nieuwe brug wordt aangelegd. 3 rijvakken en een heel breed fietspad van 3 meter, voetpaden. Zodanig dat de veiligheid voor de fietser en de voetganger voornamelijk verbetert. Sinds 1957 is dit de doorgang via de Fraterstraat over de R4 en de Ringvaart. Ingenieur en coördinator op dat moment was Daniel van de Pitte. Het is zijn zoon Frank die vandaag mee de laatste oversteek maakt en die moet er zich bij neerleggen dat zijn vaders creatie na 63 jaar vervangen wordt. Ik begrijp het in zekere zin, want met die kleine portalen is dat effectief een moeilijkheid voor het verkeer. Dus ik versta dat ze plaatsen moeten ruimen voor een brug die wat comfortabeler is. Maar goed, het is wel bijzonder toch? Ja. Zelf heeft Frank niet echt een band met dit bouwwerk. Zijn vader daarentegen had die wel. Voor mijn vader was het natuurlijk wel iets anders. Ik herinner mij dat er een keer een vrachtwagen is tegengereden. En goed, dat deed hem wel iets. Hij was toen verbaasd dat ze er eigenlijk nog zo goed was uitgekomen. Herinner ik mij. Ja. Rond 7 uur vanmorgen is op de expressweg naar de kust in Assenede een zwaar ongeval gebeurd. Een truckchauffeur merkte het rode licht aan het kruispunt met de Stoepenstraat te laat op en ging brusk op de rem staan. Hij botste tegen een vrachtwagen die al stil stond voor de lichten. Die schoof vooruit en botste tegen een personenwagen. De schade was groot, maar er vielen geen zwaar gewonden. 1 inzittende moest met verwondingen naar het ziekenhuis. Er was even hinder voor het verkeer, maar na het takelen kon de expressweg weer open. Geef u aan, het zal u een lichtere straf opleveren. Dat is de boodschap van burgemeester Vermeulen van Deinze aan de vandalen die op oudjaarsnacht enkele fietsen aan het station vernielden. Volgens de burgemeester zijn er beelden van de daders en zal de politie hen vroeg of laat toch vinden. Een kapotte fiets in een fietsenstalling is niet meteen een uitzonderlijk gezicht, maar op oudejaarsnacht gingen enkele vandalen hier zodanig tekeer dat tientallen fietsen kapot in de rekken en op straat lagen. In Deinze kunnen ze er niet mee lachen, maar maken ze zich sterk dat de daders gefilmd zijn. Ja, tuurlijk. Er zijn beelden en in zo'n situatie is het altijd beter om jezelf aan te geven vooraleer dat het onderzoek tot bij u komt. Dan zal de rechter heel wat milder gestemd zijn en dan zijn er andere mogelijkheden om via bemiddeling, strafbemiddeling, zaken op een andere manier aan te pakken met het parket. En kunnen we met die mensen op een goede manier aan de slag gaan. De beelden waarover de burgemeester spreekt moeten wel van binnenuit het stationsgebouw gemaakt zijn. In tegenstelling tot buiten hangen daar wel camera's. En als het van de burgemeester afhangt, zal dat voorlopig ook zo blijven.
Er treedt ook gewenning op, hè. Dat leren we ook. Als er camera's zijn, komt er op de duur gewenning en kijken we er niet meer naar. En dat is natuurlijk wat ook niet goed is. Dus we moeten zorgen dat de mensen de plek waar ze komen zelf respecteren en dus ook een beetje als hun eigen plek beschouwen. Want vroeg of laat komt iedereen wel eens met de fiets, neemt iedereen wel eens de bus of de trein. En dan willen we in een mooie omgeving terechtkomen die gerespecteerd is en die goed onderhouden is en waar zeker geen vandalisme gebeurt. De burgemeester roept de daders nu ook zelf op om zich te melden. Ze kunnen hem daarvoor persoonlijk mailen op zijn eigen e-mailadres jan@deinze.be. De kerstvakantie zit erop en voor de kinderen van Campus Sint-Pieter in Ronsen was het vanmorgen extra spannend om weer naar school te gaan. Ze mochten plaatsnemen in een nieuwe klas in een nieuw gebouw, de vroegere Sint-Pieterskerk. Door een herstructurering van de parochies kreeg het katholiek onderwijs de kans om het gebouw aan te kopen. En dat werd vanmorgen door iedereen goedgekeurd. Ik ben hier geweest een tijdje geleden toen de verhuis bezig was van de leerkrachten. Ik was verwonderd blij dat het zo gelukt is. Kanuniek André de Wolf is blij met de transformatie die zijn kerk heeft ondergaan. Vanaf vandaag doet hij dienst als school voor de kleuters en leerlingen van Campus Sint-Pieter. Het was eigenlijk heel aangenaam om al die verwonderde en blije gezichtjes te zien. Die gezichtjes spraken boekdelen en ze waren allemaal super nieuwsgierig om een nieuwe school binnen te stappen. Ze waren al even komen gluren voor de kerstvakantie, maar van binnen hadden ze het nog niet gezien. Dus het was eigenlijk heel spannend voor hen, maar ook voor de leerkrachten. Een kruis aan de gevel en een moderne klokkentoren in de tuin. Maar binnenin is de school modern en strak ingericht, voorzien van alle comfort. En dat is een grote verbetering. Ja, ik vind het leuk, want wij komen uit een container en zo, waar het binnen regende. En nu zitten we echt zo warm en knus. Het is veel verandering en zo. De eerste schooldag, ik fietste echt zo superrap naar hier, omdat ik gewoon het gebouw wou zien en zo. We zitten echt warm knus en het is veel fijner dan de oude school. De Europese Unie. Hoeveel landen waren dat er voor de vakantie? Let op. Het oude schooltje was dus dringend aan een grondige renovatie toe. Maar dat zou te veel geld kosten en ook voor veel praktische problemen zorgen. Plots kwam dan het aanbod om de kerk te kopen en het schoolbestuur is dan in dat verhaal meegegaan. En zij hebben dus ook een subsidieaanvraag ingediend bij Agion. Dus de aankoop van het kerkgebouw en de verbouwingswerken die zijn eigenlijk voor 70% gesubsidieerd geweest door Agion. Hier en daar verwijst er nog iets naar het verleden van de school, zoals dit glasraam in de eerste kleuterklas. En misschien kan de pastoor hier ooit nog wel eens een mis opdragen in de polyvalente zaal. Op dit ogenblik is er voor heel het bisdom geen mogelijkheid om de mis te vieren omwille van de corona. Maar we zullen zien wat we doen. Als we mogen doen zoals voorheen, dan zou hier om de 14 dagen nog een zondagmis zijn voor die beperkte groep mensen die komt. En we zullen zien, maar dat is afwachten. Heeft u ook al goede voornemens voor het komende jaar? In Zelzaten wil het gemeentepersoneel in 2021 alvast meer wandelen. De sportfunctionaris daagt er haar collega's uit om tijdens de lunch de stapschoenen aan te trekken. Het doel is om in 1 jaar tijd 7500 kilometer bij elkaar te stappen. Het is misschien niet het ideale weer, maar ik vind beweging is toch belangrijk. Zoals we wel vaker zeggen, stilzitten is het nieuwe roken. Dus ik merkte zelf ook eigenlijk wel dat ik heel veel stil zat en dat ik moeilijk gemotiveerd raakte om te bewegen. Dus vandaar dat wandelen eigenlijk een ideale uitdaging is. Nee, het is vanmiddag geen aangenaam wandelweer. Toch waren deze dames op stap om de eerste lunchkilometers af te leggen. Want met al dat thuiswerken bewegen we veel minder, zegt sportfunctionaris Els de Smet. Iedereen weet dat sporten of bewegen gezond is, dat dat belangrijk is voor een goede gezondheid. Maar vaak overschatten mensen wat nodig is om een onmiddellijk effect te hebben. En meerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat 30 minuten bewegen een paar keer per week, hoeft zelfs niet elke dag, dat echt al een onmiddellijk meetbaar effect heeft op de gezondheid. En dus daagt Els de Smet haar collega's uit om het komende jaar 7500 kilometer bij elkaar te wandelen tijdens de lunchpauze. Dat is de afstand heen en terug naar de 4 verbroederingsgemeentes van Zelzaten. En als een betere gezondheid onvoldoende motivatie geeft, dan zijn er ook nog prijzen te winnen voor de beste lunchwandelaars.
Dus we gaan per kwartaal eigenlijk de kilometers optellen. En de wandelaar met de meeste kilometers kan op een zelfzaadse cadeaubon rekenen. En op het einde van het jaar gaan we ook voor een eindklassement. Waarbij de wandelaar die overal het meest gewandeld heeft nog eens extra in de bloemetjes gezet wordt. Het is leuk om mee te doen met de collega's. Voor mij is het ook leuk om collega's te leren kennen, want ik werk hier nog niet zo heel lang. Het is ook een ideale manier voor zelfzaten te leren kennen voor mij. Dus ja, daarvoor doe ik het meer dan voor de prijzen. Alle gewandelde kilometers worden netjes geregistreerd met de populaire app Strava. Niet alleen het gemeentepersoneel doet mee, ook het gemeentebestuur wil haar steentje bijdragen. Zo zullen de schepenen en de burgemeester in januari elk 10 kilometer wandelen tussen 12 en 2. Ik ben sinds een veertiental dagen gestart met wandelen. Ik ga proberen zoveel mogelijk als ik kan. En ik hoop dat dit initiatief ook burgers wakker maakt om samen met ons in het park, is het buiten, is het rond de vijver, is het ergens anders, maar samen te wandelen om iedereen terug gezond de schwung te krijgen. En ik ben er rotvast van overtuigd dat ons dat zal lukken. Blijven volhouden, dat is de boodschap. Wij zijn rond voor vandaag. Morgen is Pascal uw gastheer. Nog een fijne avond.